In tweede nationale van het voetsal is voetbalteam Aalst een van de favorieten waar het op deze speeldag gastheer was voor United Schoten. Aalst heeft maar één doel voor ogen en dat is spelen voor de eerste plaats. Dan moet er voorbij Schoten gegaan worden en dat hebben ze goed begrepen. Het is de thuisploeg die niet meer dan normaal de wedstrijd in handen neemt en al voor rust lijkt deze in een beslissende plooi te vallen. We gaan diezelfde rust in met een 5 tegen 1. Speelt de thuisploeg het controlevoetbal en zo zien we beide teams nog eenmaal scoren en blijft voetbalteam Aalst op koers naar de felbegeerde titel. Voetbalteam Aalst versus United Schoten met een eindscore van 6 tegen 2. Gemiddeld leeftijd is 20 jaar. We hebben een hele jonge ploeg. En ik zeg het, als we onze kansen afmaken, dan is het gelijk opgaand. De tweede helft hebben we laten zien dat we gewoon mee kunnen met het tempo van hun. Dus ik zeg het, ze trainen ook meer. Ze hebben ook wat spelers met ervaring, zoals Mustafa Haram, die jaren internationaal is geweest, jaren eerste klas heeft gespeeld. En dan ja, dat weten we op voorhand dat we die ervaring gaan tekortkomen. Maar ik zeg het, snelheid, wat uitvoering en zo. Chapeau voor mijn ploeg. Ik ben heel content, zeker de tweede helft. Buiten de eerste helft een paar golen weggegeven dat niet mocht, maar voor de rest heel goed. Ik denk dat we heel collectief hebben gespeeld. Hè. Dus de eerste helft hebben we dat collectief heel goed uitgespeeld. Ik ga het zo zeggen, en met een heel mooie ruststand 5-1. Tweede helft... Iets minder kwaliteit, maar dat kwam ook. Ja, Schoten is wel een ploeg met heel sterke technische individuele spelers. En dat vraagt ja, dat je niet dat je af en toe anders moet gaan verdedigen. Maar uiteindelijk, de basis is gelegd in de eerste helft en daar zijn we zeker tevreden van. Hè. Die eerste 20 minuten kwaliteit en dan hebben we de tweede helft gewoon dat rustig opgevangen. Hun individueel trachten de opening te laten zoeken, dat is niet gelukt. Of toch niet in die mate dat ze gelijk konden komen, dus tevreden.